goed nieuwe dag, het is een goed nieuwe vlog. Ja, het is avond. Dat komt omdat ik de hele dag op bed heb gezeten, Netflix heb gekeken en niks bijzonders heb gedaan. Kortom, er was ook niet heel veel om te vloggen. Ik heb net mijn avondeten gekregen. Ik ga lekker lasagne eten. Ik ga dadelijk editen en dan is deze dag alweer voorbij. Ja, het is maandag. Kortom, het is... dag 3. Ik moet even tellen. Dag 3 van mijn quarantaine. En ik heb er nog 4 te gaan. Nee, 3 te gaan. Dinsdag, woensdag, donderdag, 3 te gaan. Dus we zijn bijna zover. We zijn er bijna. En ik heb op zich geen klachten. Dat is een voordeel. Ik heb de test vanmorgen gedaan. Nog steeds reuk en smaak is er nog steeds. Geen andere bijklachten nog wel. Geen andere klachten waar ik last van heb. Dus we gaan op het goede pad. We zijn op het goede pad. Ik ben aan het Netflix bingen. En ik ben nu het derde seizoen van Sex Education aan het kijken. Die had ik nog niet gekeken. Oh. En ik was bezig gegaan om alles opnieuw te kijken. Daar had ik nu tijd voor. Dus ik was halverwege seizoen 2. En ik ben nu bijna klaar met seizoen 3. En daarna ga ik editen. Maar ik ga eerst even lekker eten. En ik wens jullie een hele fijne en leuke dag. En alvast smakelijk eten. Voor mocht je nu aan het eten zijn. Of als je al gegeten hebt, alvast smakelijk eten. Of hopelijk heb je lekker gegeten.